Met ACBOS voorzitter Jean Binda spraken wij over een aantal actuele zaken welke zich thans afspelen in de gemeenschap, zo ook de komst van de Cubaanse artsen. Hoe ziet Binda dat? Is dat wel goed dat wij wat meer artsen krijgen en tevens buitenlandse artsen in deze dus? Binda die reageert als volgt en hij gaat er ook op een videootje in dat momenteel viraal gaat van assembleelid Wang Sabesari, die momenteel in Zwitserland zit voor een vergadering, maar in feite nu ook wat sightseeing doet en dat heeft op social media gezorgd toch voor heel veel kritiek. We voeren u naar dit vraaggesprek met ACMOS voorzitter Jean Binda. Wel, ik heb de zaak goed bestudeerd en geanalyseerd. Laat me beginnen bij het begin van het verhaal. U weet, er was in de tijd Baso aan de mensen gegeven. En dat ging via Self-Reliance. Die gaf de Baso uit, on- en min vermogende. Maar gegevenlijk toen de overheid niet betaalde op tijd, heeft Self-Reliance ook laten gaan. En al die duizenden mensen kwamen plotseling op straat, zonder enige hulp. Staatsziekenfonds is toen ingekomen. Ze hebben gevraagd aan de huisartsen, kunnen jullie de mensen overnemen? De huisartsen hebben gezegd, ja, we nemen ze over. Waardoor huisartsen geen blik kwamen te zitten met patiëntbestanden van 3.000 tot 4.000 mensen. Omdat de mensen dus van de Baso, die eigenlijk een beetje in de steek waren gelaten, uiteindelijk via SZF beland zijn bij de huisartsen. Maar je moet begrijpen dat ook daar een betalingsprobleem zich begon voor te doen. Dus men heeft gegeven de groep huisartsen gelimiteerd van 1500 patiënten. Van althans de ex-baso, de mensen van staatsziekenfonds, die zeggen per arts 1500 mensen. En de artsen kregen per persoon ongeveer 20 SAD per maand. Dus als zo'n patiënt 10 keren komt op de poli, die arts kreeg maar 20 SAD per maand. En natuurlijk heb je de andere, de twee verzekeringmaatschappijen, dat noem ik PZS-kaarten en ASPAS-kaarten. Dat is van Self-Reliance en van, Assuria. Die betalen de artsen veel minder. En ik zal u zeggen, het bedrag is $4.33. Maar tegen een koers die ze hebben gehouden nog van de vroegere tijd van 3,35. Dus de artsen verdienen bij die particulieren maar 14,50 per patiënt. Waar er een hoop artsen in feite niet geïnteresseerd zijn in de patiënten van de ASPAS of PZS, omdat het veel minder opbrengt. U begrijpt, de polyklinieken zijn dus gereduceerd naar 1500, waardoor er ook een hoop mensen nu eigenlijk zonder enige verzekering rondlopen. Want ze kunnen het bij die particuliere maatschappijen niet betalen. En aan de andere kant hebben bepaalde doktoren gezegd, ik neem niet meer patiënten, want ik mag niet meer patiënten meenemen. Want naast die 1500 die ze hebben, hebben ze ook enkele patiënten van die PZS en die Assuria erbij. Men is dus gelimiteerd. Aan de andere kant zien wij dus dat er veel medische studenten die afstuderen, werk zoeken bij de RGD. En ook de RGD is gelimiteerd en zegt, sorry, we kunnen u niet in dienst nemen. Waardoor er een hoop van die afgestudeerde medische studenten, die geen eigen poli kunnen hebben, die zijn eigenlijk werkeloos, laat me het zo stellen. U moet begrijpen dat zo iemand, geschat hoor, let u wel, u moet me niet houden aan de bedragen, maar zo'n medisch student die begint bij de RGD, denk ik verdient rond de 8000 SAD. RGD is gelimiteerd, u weet, het is niet over het hele land. Ze hebben die capaciteit niet. Ze hebben de huisvestingen plaatsen niet, de polyklinieken niet. Vandaar dus dat ik denk dat er een tekort is ontstaan, vooral in de vergelegen gebieden, waarbij we het noemen verre binnenland,
Je hebt de districten, rondom de districten, is er een tekort ontstaan eigenlijk aan medische zorg. Ik heb vernomen dat de Cubaanse artsen waarover het heeft, die gaan ongeveer rond, houdt u me ten goede hoor, rond de $800 krijgen. En US dollars. Dus ik denk, daar bleef ik neutraal denken. Ik denk in de gezondheidszorg een beetje, van de mensen hebben hulp nodig. Ik denk dat het goed zou zijn dat men rekening houdt met de spreiding van die artsen. Dus ik zeg, de artsen zijn welkom, maar er moet rekening houden, waar ga je ze inzetten? Je moet ze niet inzetten waar de Surinaamse artsen reeds in de regio's of de omgevingen waar Surinaamse artsen reeds polies draaien. Dat zou ik sterk afraden. Maar zet ze juist in de plaatsen waar men verstoken is van die volksgezondheid. En dan denk ik direct aan plaatsen als Khorasan, Domburg, Saramaka, Sanderij. Daar heb je wel wat RGD-polies, maar ze zijn niet altijd open. Dus ik kijk meer in de richting van een soort EHBO-centrum, die 24 uur open is, waarbij mensen geholpen kunnen worden. Je moet begrijpen, als er een vrouw plotseling om 12 uur of 1 uur moet bevallen, en ze moet tot vanuit Khorasan of vanuit Domburg of van Saramaka naar de stad rijden, dan neemt het natuurlijk neemt het een tol op de mensen, stress, al dat soort zaken. En die onzekerheid die er is. Ook als iemand een hartinfarct krijgt, zijn de mensen niet geholpen in die gebieden, want dan moet men naar een taxi gaan zoeken. Veel mensen zijn verstoken op een laat uur in de avond. Dus ik zou eigenlijk die overheid willen oproepen, als u de Cubanen wil inzetten, denk ik dat u moet kijken naar 24 uur bemande polyklinieken met equipment zover als u kunt gaan, zodat de mensen voor de buurt heel erg nuttig kunnen zijn. Want die behoefte is er. En natuurlijk in het verre binnenland, er zijn veel mensen, althans van onze artsen, die zeggen nee, ik heb een gezin, ik heb een sociaal leven en ik wil niet ver in het binnenland gaan. En u weet, binnenland is ook een risicogebied. Niet iedereen wil daar gaan. Zelfs mensen onderwijsgevende willen niet gaan. Dus ik denk dat men een duidelijke strategie moet gaan opbouwen, waarbij in feite men geen moordende concurrent wordt van de Surinaamse medicus. Dus ik denk dat de instap misschien goed is. Dat men zegt, we gaan proberen iedereen, in hoever men ook woont in het land, we hebben een vrij groot land in oppervlakte, dat we die tegemoetkoming willen doen. Maar men moet het georganiseerd doen. Er moet een strategisch beleid eraan verbonden zijn. Kijk, een ziekenhuis is een instelling waar je heel verantwoord mee moet omgaan. En als je plotseling haast hebt om een ziekenhuis te bouwen, en je hebt niet de juiste bemanning, de bewensing, en je gaat steken laten vallen, wat het gevaar is, en ik denk daarop wijzen de Surinaamse artsen van, luister nou, we zijn bezig met de volksgezondheid. En er mogen geen zaken fout gaan. Want vaak als er iets fout gaat, dan scheldt men iedereen uit die op die lijn zit. Van ja, die artsen zijn niet goed. Maar ik denk dat men zich daar meer zorgen over maakt. En natuurlijk, het tekort dat we op dit moment hebben, medicamenten, equipment, noem maar op, de ziekenhuizen dus die in feite al bestaan, die hebben het heel erg moeilijk. Dus vandaar dat men zegt, van hoe ga je dat andere ziekenhuis bemensen, bevoorraden, noem maar op, hoe gaat het gemanaged worden? En daar maakt men zich zorgen ook, en ik natuurlijk ook als burger. Want je kan niet komen met een populistisch ding, omdat je een verkiezing in moet gaan. En je moet je houden aan een afspraak, ik moet een ziekenhuis openen. En achteraf bleek dat het eigenlijk een tijdbom wordt, dat ziekenhuis. Waarbij mensen ziek worden of dat er tafereelen zich gaan voordoen die je in feite niet wil hebben als samenleving. Dus er moeten geen doden vallen in het land, laat me het eerlijk zeggen. Maar juist met een dergelijke houding, dat ze hun schouders niet onder het werk willen zetten, laten ze daarmee juist geen ruimte open, dat men juist buitenlandse artsen dan brengt, waar tegen zij toch ook bezwaren hebben. Nee, ik denk wel dat ze hun schouders onder het werk willen stellen, maar u begrijpt, je zit in een samenleving waarbij je hebt een studie gedaan, je hebt een bepaalde verwachting en natuurlijk heb je een bepaalde waarde in geld uitgedrukt. En als je ondergewaardeerd wordt, we zien het ook bij de leerkrachten, dan heb je soms geen zin meer om het beroep uit te oefenen. Maar u begrijpt, medisch beroep is een ethisch beroep.
je doet het niet alleen om het geld, je doet ook uit een stuk humanitaire gevoel dat je hebt. Omdat het een beroep is waarbij je mensen niet in de steek kan laten. Wanneer je ziet dat iemand eigenlijk wat gezondheid betreft te kampen heeft. En ik denk dat de Surinaamse arts in het algemeen, dat men genoeg verantwoordelijkheid op zich neemt. En ik heb nooit gehoord dat artsen mensen hebben weggestuurd die doodziek zijn. Omdat ze geen geld bezig hadden. Ik heb dat nooit gehoord in Suriname. Hetzelfde als een bordje eten. Als iemand, hier gaat niemand op straat doodgaan voor een bordje eten. Er gaan altijd een paar mensen inspringen en zeggen, hey, geef die man wat te eten of koop een broodje, et cetera. Dus ik denk dat het meer gaat, men probeert die verantwoordelijkheid, de regering tot verantwoordelijkheid te roepen van meneer, hoe ga je dat ding draaien? En ik denk dat de regering eigenlijk een verkeerde insteek heeft gemaakt. Als je een ziekenhuis hebt, zou je met die organisaties, de medische organisaties die er zijn, zou je aan tafel moeten gaan zitten. En je zou je plannen moeten bekendmaken en dan moet je de vragen ook beantwoorden van de mensen. Want je gaat niet alleen artsen nodig hebben in een ziekenhuis, je gaat ook specialisten nodig hebben. Begrijp je? Specialisten kunnen hun werk doen wanneer er genoeg equipment is en genoeg medicamenten zijn. Dan pas kunnen een specialist, als ik een specialist meeneem naar het bos en iemand krijgt bij wijze van spreken ongeluk, hij gaat niet veel kunnen doen, omdat hij niet equipment is. Dus die equipment is heel belangrijk en daar maakt men zich zorgen over. U hebt geen geld om de bestaande ziekenhuizen te onderhouden, maar u hebt wel geld voor een nieuw ziekenhuis. Waar gaat u dat geld vandaan halen? Welk equipment gaat er daar komen? Welke afdelingen gaan daar zijn? Begrepen dus? Dat soort zaken zijn niet genoegzaam doorgecommuniceerd. Maar voor wat betreft de investeringen gepleegd door deze regering in dat stukje gezondheidszorg, wat vindt u zelf daarvan? Nou, u moet begrijpen dat dat ziekenhuis ook komt uit geld van China. Dus China bepaalt ook mee. En we weten over het algemeen dat de Chinezen bezig zijn met een spreidingsbeleid over de hele wereld. En dat gaat allemaal over macht. Ze proberen in alle sectoren de overhand te krijgen, vooral in dit soort kleinschalige economieën. Dus de gezondheidszorg zal niet bespaard blijven. Men probeert overal hun hand te krijgen, waardoor het in feite, ik zeg altijd, wat men pleegt, niet alleen Suriname hoor, op alle eilanden zie je dezelfde tendensen, Afrikaans continent ook, waarbij je eigenlijk krijgt dat je een invasie krijgt, maar geen gewapende invasie, dat men het land systematisch van je overneemt, omdat men kapitaalkracht heeft. Kennis en kapitaalkracht. Zo infiltreert men in de landen en uiteindelijk is het land eigendom van andere mensen dan wij.